Nou ja, mensen, de Halloween stream is best wel geslaagd. Ik vond het enorm vet. Dus ik had maandagochtend meteen een afspraak gemaakt voor een coronatest. En toen kreeg ik dinsdag de uitslag. En de uitslag was namelijk... Een hele goede morgen iedereen. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En ik hoop dat jullie er zoals altijd weer enorm veel zin in hebben. In een nieuwe vlog. Ik ben even in de badkamer. Ik heb net eventjes gedoucht. Ik zet mijn lamp ondertussen weer aan. En ja, vandaag weer een nieuwe vlog. Ik heb er zoals altijd weer enorm veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ik begin meteen alvast met iets. Ik was namelijk ziek. Ja, ik was vorige week was ik best wel ziek. Echt, vorige week nadat ik de vlog opnam op zaterdag, werd ik echt enorm veel keelpijn. En toen werd ik zondag ziek en maandag was ik ziek en dinsdag was ik ziek. En ook nog een beetje woensdag. Alleen maandag en dinsdag had ik een examen op school. Dat was best wel kut, die had ik namelijk gemist. Of die mocht ik niet maken omdat ik ziek was. En ja, corona en shit. Dus ik had maandagochtend meteen een afspraak gemaakt voor een coronatest. En dan denk je, een coronatest? Ja. Een coronatest. Dus ik had maandag om kwart over vijf had ik een coronatest. Voor de eerste keer. Ja, ik snap wel waarom mensen het kut vinden. Het is niet echt een heerlijk gevoel als dat ding in je neus gaat. Ik snap wel waarom mensen dat niet zo fijn vonden. Ik vond het ook niet zo heel erg fijn. Maar het viel in principe best wel mee dat in je keel, dat was ook best wel, ja... Ik weet niet of je ooit een keer met je vinger in je keel hebt gezeten, maar... Ja, dat is een beetje hetzelfde gevoel. Dat ging trouwens echt heel raar. Dus ik had maandag een coronatest en toen kreeg ik dinsdag de uitslag. En de uitslag was namelijk negatief. Dus dat is helemaal top. Ik heb geen corona. Corona is no more. Dus dat is wel fijn. Je bent op 26 oktober 2020 getest. De uitslag van je test is negatief. Dat betekent dat er op dat moment geen coronavirus is gevonden. Dus dat is helemaal mooi. Dat is wel top. Geen corona voor mij. Maar ik moet natuurlijk nog steeds uitkijken. Want ik kan het alsnog nog steeds krijgen natuurlijk. Maar ja, ik werd dus enorm erg ziek. En ik heb nog steeds enorm veel keelpijn. Maar toch, wel fijn om te weten dat er dus geen corona is. Dus ja, die test was negatief. Voor de rest, voor dit weekend heb ik veel minder te doen. Want zoals ik de vorige vlog al vertelde, de Wie is de Mol video's zijn voorbij. De Kygo reactievideo's die stoppen voor nu eventjes. Ik heb dus niet zoveel meer te doen dit weekend. Dus dat betekent dat ik ook een beetje weer ga werken aan mijn Lego kanaal. Dus daar ga ik sowieso vandaag nog een video voor opnemen. En vandaag ga ik dus een vlog opnemen. Voor de rest is het vandaag wanneer ik dit opneem. Ik neem dit zaterdag op. Is het 31 oktober. Dus dat betekent dat vandaag Halloween is. Dus ik ga vandaag, ja voor jullie is dat dus al geweest. Maar al was je er zaterdag bij. Ik ga dus vandaag een Halloween stream doen. Van 7 tot 12. Dus dat is vet. Ik ga best wel leuke Halloween spelletjes spelen. Of nou horror spelletjes. Ik ga Amnesia spelen. Ik ga Outlast spelen. En ik ga Five Nights at Freddy spelen. Dus dat wordt wel grappig. Een 5 uur lange stream ongeveer, denk ik. Misschien dat ik wel eerder stop. Ik moet maar even kijken. Ik ga ongeveer 7 uur beginnen tot ongeveer 12 uur. Dus dat wordt best wel vet. Daar heb ik echt enorm veel zin in. En ja, voor de rest spreekt het wel voor zich. Nog eventjes een Minecraft Survival aflevering ga ik morgen bewerken. En morgen ga ik nog een Twitch Highlights video opnemen en bewerken. Of nou, die eigenlijk gewoon bewerken. Even de clipjes maken en zo. Wordt waarschijnlijk een Highlights video van de horror stream. Voor jullie staat hij misschien online. Ik weet het niet. Misschien komt hij wel helemaal niet. Ik ga in ieder geval eventjes werken aan de Lego video. Want daar wil ik wel weer even een video voor maken. Want daar heb ik al 2 weken niet meer op geüpload. Dus dat is wel even handig. Ik zie trouwens dat deze Funko Pop... Die staat verkeerd. Zo. Episch. Dus ja, let's go. Ik ben nu weer in de Lego kamer. Natuurlijk. Hele mooie Lego kamer. Ik ga eventjes een Lego video opnemen. Dus ik zie jullie zo meteen weer terug. Net dus eventjes de Lego Hall video opgenomen. Best wel vet. Wil je die zien? Moet je eventjes mijn Lego kanaal checken. Een Lego Hall video weer opgenomen. Met natuurlijk wat vette Lego setjes die we weer gekocht hebben. Volgens mij heb ik dit trouwens nooit echt goed laten zien. Maar dit is dus de studio die ik dus gebruik.
voor die video's. Daar dus de softbox. Dat is gewoon de softbox die ik ook altijd daar gebruik. Maar ik verplaats hem dan eventjes. En heb ik gewoon goed licht. Hier zo mijn statief natuurlijk, waar dan altijd mijn camera zo op staat. En die is dan altijd zo mooi ingezoomd. Best wel vet. Ik heb net even de Lego haul opgenomen. Ja, leuke setjes weer gekocht. Voor de Lego kamer natuurlijk. Best wel vet. Ook hebben we deze. Het is vandaag Halloween. Ja, dus hier zo'n leuk Halloween setje. Die we dus best wel een tijdje geleden al gekocht hebben. Maar die hebben we nu gebouwd. Dus ja, leuk Halloween setje met Dracula en zo. Dus ja, best wel vet. Maar ja, die video heb ik net dus opgenomen. Ik ga hem zo meteen bewerken. Want ik wil dat die vandaag nog online komt. Aangezien vandaag is het Halloween. En er zit een Halloween setje bij. Dus het is wel gewoon leuk als de Lego haul vandaag op YouTube komt. Best wel blij ben ik eigenlijk dat ik weer een Lego video heb gemaakt. Want dat duurde echt alweer een tijdje. Iets van 2 of 3 weken of zo. Dus dat is helemaal nice. Dan ga ik nu dit even allemaal opruimen. En dan ga ik even de Lego haul video bewerken. De Lego video staat online zoals jullie kunnen zien. En de klok is ook weer een uur achteruit gegaan. Dus dat betekent, het is nu, ja, jullie kunnen het niet eens zien. Het is nu 5:30 en het is al fucking donker. Ja, rip. Ja, best wel vervelend dit. Maar gelukkig heb ik deze lamp en deze lamp. Dit zijn mijn grootste 2 vrienden. Want daardoor kan ik gewoon, ja, redelijk goed alsnog filmen in het donker. Maar de Lego video staat online. Het is nu ondertussen 5:30. Dus hij staat echt net online. Ik had hem om 5:30 klaargezet. En jullie zagen net al de sets die ik had besproken in de Lego haul. Die ik had laten zien en zo. Maar ik dacht, hey, misschien is het nog even leuk om ze nog even wat beter in de vlog te laten zien. Want ik heb ze ook al allemaal gebouwd. Samen met mijn moeder. Dus laten we even naar de Lego kamer toe gaan. Ik moet wel eventjes wachten. Want de lamp die gaat nooit zo heel snel goed. Zeg maar echt heel, heel veel licht geven. Dus we moeten even wachten. Kijk, hij staat nu al aan. Maar het is nog best wel donker. We moeten even wachten totdat hij echt ja, goed fel is. Oké, nu is het in principe wel wat lichter. De dozen die ik gebruikt heb in de Lego video, die heb ik hier zo even allemaal plat gemaakt. Dus dat is wel nice, zoals jullie hier zo kunnen zien. Dit waren alle dozen, die heb ik even allemaal plat gemaakt. En die gaan dan uiteindelijk in die doos, want daar zitten ook alle andere Lego dozen in. Ook heb ik dit niet in de hall verteld, maar mijn moeder had boven nog een paar brickheads gevonden die we dubbel hebben. Deze hadden we al dubbel dicht. Die daarachter hadden we ook al dubbel dicht. Maar we hebben nu ook deze dubbel dicht. Best wel nice. En we hebben ook nog deze. We hebben deze letterlijk 2 keer. Dus dat is wel een beetje, ja, een ding. Zeg maar, even kijken. Daarboven staat hij al, de hond. Daar zo. Maar die hebben we ook nog 2 keer dicht. Dus deze 2 gaan we waarschijnlijk verkopen. En deze gaan we ook verkopen. Want die hebben we ook al. Die staat daar zo, de kip. En dan hebben we ook nog deze. Die hebben we ook nog dicht dubbel. Dit is de kerst. Maar die wil mijn moeder waarschijnlijk houden. Omdat ze deze best wel vet vindt. Die hebben we ook al. Dus die staat daar zo. Dus ja, dit zijn wat dubbele setjes. Die we waarschijnlijk gaan verkopen. En ja, daar zijn nog wat andere setjes. Die we ook dubbel hebben. Maar daar kwam mijn moeder dus laatst nog achter. Dat we die nog hadden. Laat ik even snel alles weer hier zo in doen. Zo, dat zit daar allemaal weer in. Dan die setjes kan ik wel even allemaal laten zien. Even kijken, hier hebben we een setje. Dat was een DC setje met Superman. En dat daar zo'n 5G mast. En zo, dan hier zo nog een DC setje met dit erbij. Staat nu even bij het Marvel. Aangezien DC staat een beetje vol. Dus waarschijnlijk gaan we de Mighty Micros ergens anders doen. En dan kan hier, kan dan deze nog staan. Maar dit was nog een leuk setje dus. Ook hebben wij nu nog 2 brickheads erbij. Namelijk de Batman brickhead. En de Robin brickhead. Dat is best wel vet. Want dat is namelijk nummer 1 van de brickheads series. Best wel vet. En dat is nummer 3 van de brickhead series. Ja, wil je er meer over weten, moet je even die Lego haul checken. Maar nu hebben we dus de eerste 4 hebben we compleet. En eigenlijk hebben we nu de eerste 12 compleet. Want dit zijn 1 tot en met 4. Dan hebben we 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Zoals jullie
daar ze achter kunnen zien, maar haar focus niet goed helaas. Dus de eerste 12 brickheads hebben we al helemaal compleet. Dus dat is wel vet. Die twee hadden we er dus nog bij. Dan hadden we nog een Star Wars setje. Even kijken, die staat daarachter. Dat was zo'n battle pack. Death Star Troopers battle pack. Dus die is best wel vet. Dan hadden we nog een Lego City. Ik heb deze trouwens vorige week tijdens een IRL stream gebouwd. Dus dat was wel grappig. Dat had ik volgens mij nog niet in de vorige vlog gezegd. Maar deze boot had ik toen gebouwd. Ja, best wel een vette boot. Dit setje hadden we er nog bij, zeg maar. Dit is een city setje, best wel grappig. Dan hadden we nog een Halloween setje, maar die staat helaas beneden. Ik kan hem wel even goed laten zien op de doos. Shit, dat is het superhero setje. Kijk, deze. Deze hebben we ook, maar die staat beneden, omdat het Halloween is. Best wel een... ja, leuk Halloween setje dus. Dan hadden we nog dit creator setje erbij. Oh, ik sloop hem een beetje. Dit lijkt een beetje op een soort van drone vliegtuig iets. Deze is best wel grappig. Deze is echt enorm vet, dit creator setje. Best wel leuk. En dan hadden we nog een Technics setje. Maar die staat ook nog beneden. Want beneden hebben we ook een kast waar nog wat Lego in staat. Deze had mijn moeder ook gebouwd. En dat is namelijk deze. Dus dat is ook wel grappig. Best wel vet. Lego Technics setje. Deze hebben mijn moeder gebouwd. Dus ja, best wel vet. Dus dat was eigenlijk al het Lego wat ik in de Lego Hall liet zien. Ook heb ik de boekjes alweer meteen in de mappen gedaan. Dus dat is wel nice. We moeten nog steeds een stuk of 3 à 4 mappen hebben. Dus dat komt later helemaal. En ik stoot weer hier zo tegen allemaal shit. Trouwens, de brickheads planken staan helemaal vol. Dus deze brickheads passen er helaas niet meer op. De Donald Duck hebben we hier zo. We hebben hier het vrijheidsbeeld en Boba Fett hier zo. Dus dat is een beetje jammer. Dus ik hoop dat we zo snel mogelijk hier nog planken krijgen. Want dan kunnen we deze brickheads er ook gewoon opzetten. En deze hebben trouwens dubbel. Dit is de Kylo Ren brickhead. Maar die is dicht. En deze bewaar ik ook. Want deze vind ik gewoon vet om dicht te hebben. Hey, dat was weer het dagelijkse vlogmoment in de Lego kamer. Laten we weer teruggaan naar mijn kamer. Ik merk wel dat mijn lamp die op mijn camera zit is leeg. Dus die ga ik zo meteen even opladen. Kijk, er komt ook niet echt veel licht meer vanaf zoals jullie dus nu kunnen zien. Dus die ga ik maar eventjes opladen. Ondertussen ga ik denk ook even de Halloween stream voorbereiden. Want het is nu ondertussen alweer 17:45 bijna. Dus om 19:00 ga ik de Halloween stream doen. Dus ik ga maar even de games voorbereiden en zo. Dus dat wordt wel leuk. Ik heb echt zin in die Halloween stream. Oké, ik ga bijna beginnen met de Halloween stream. Dus dat is helemaal top. Ik heb alles klaarstaan als het goed is. Ik moet alleen zo meteen nog even deze camera weer verbinden met mijn computer. Want nu voor dit stukje heb ik hem dus eventjes niet verbonden met mijn computer. Ik ga nog eventjes mijn softbox uitzetten, zo. Want ik denk dat dat wel een lekkere spooky vibe geeft. Dus dat wordt wel leuk. De Halloween stream van 2020 wordt ziek. Ik heb net nog even snel wat drinken gepakt. Dus dat is helemaal top. En volgens mij heb ik voor de rest alles goed geregeld. Oh, je ziet alleen hier licht. Dat is wel een beetje kut. Die kan ik zo meteen wel uitzetten. Dus dat is goed. Voor de rest denk ik wel dat het vet gaat worden. Dus ik zie jullie over ongeveer 5:00 weer terug. Dus tot dan. Nou ja, mensen. De Halloween stream is best wel geslaagd. Ik vond het enorm vet. Zoals jullie kunnen zien, ik had nog een pompoen toegevoegd. Die dat het licht geeft. Dus dat vond ik naar mijn mening best wel grappig. Ik ga eventjes mijn softbox weer aanzetten. Want dan kunnen jullie tenminste iets zien. Ja, die pompoen die was wel ziek. Dus dat is vet. Ik ben nog net klaar. Ik wou nog wat langer doorgaan, maar op het einde crashte die helemaal. Want het was echt heel vaag. Ik kon de game, stond gewoon echt bevroren op mijn scherm. En ik kon er letterlijk niks meer mee doen. Ik kon niet alt-tabben, ik kon hem niet op kruisje doen. Ik kon geen taak meer opstarten, want het kwam er gewoon allemaal achter te staan. Ik heb alles geprobeerd, maar het lukte niet. Dus het is jammer. Het is nu momenteel 11:55, dus in principe... Ik ben een uurtje korter live gegaan dan dat ik wou. Ik wou 5:00 en ik ben 4:00 live geweest. In principe nog best wel lang. Ik vond het super leuk. We hebben alleen Outlast gespeeld. Ik heb heel Outlast 1 uitgespeeld. Dus dat vond ik best wel vet. Geen Amnesia helaas. En ook geen Five Nights at Freddy's.
Ik wou nog wel Five Nights at Freddy's doen op het einde, maar dat ging dus helaas niet. Omdat, ja, die hele game stond bevroren op mijn scherm. Dus ja, in principe, ik vond het best wel vet. Lekker Outlast 1 helemaal uitgespeeld, nog nooit gespeeld. En nu dus helemaal uitgespeeld, best wel vet. Ik wil volgend jaar eigenlijk voor de horrorstream van 2021 Outlast 2 gaan spelen. Want je hebt er dus een tweede game van. Ik heb trouwens mijn PC even helemaal gerestart. Even opnieuw aangezet. En nu moet ik even mijn code doen. En hopelijk doet hij het nu. Ik zal even de camera trouwens losmaken. Yes, mijn camera is weer los van de statief. Hij is best wel lang meegegaan. Hij is ook niet zo heel warm. Het valt mee. Dus als ik een keer een 24 uur stream wil doen, weet ik dat deze camera ja, best wel lang mee kan. Het is niet dat hij echt ultiem heet is of zo. Het is wel een beetje warm natuurlijk, omdat hij echt 4 uur aan heeft gestaan. Ik had trouwens nog dit ding. Deze heb ik helemaal niet opgehad. Deze had ik gevonden, kijk. Zo'n fucking nep mes ding door je hoofd voor Halloween. Die heb ik helemaal niet opgedaan, die lag hier nog. Best wel grappig. Hier is trouwens die pompoen. Kijk, de mooie pompoen die licht geeft. Ja, nu is het wat minder aangezien de softbox aanstaat. Ik zal even de softbox uitzetten. Oh, dan zie je het alsnog niet. Wacht, deze lamp uit. Kijk. Zieke pompoen. Voor de rest ga ik niet zo heel veel doen meer met Halloween. Het was gewoon echt een Halloween stream. Dus dat vond ik zeker leuk. En dan ga ik nu nog maar eventjes een... wat is het? Een highlight van de stream maken. En dan ga ik even clipjes maken en zo. Want ik wil eigenlijk morgen dan de hele highlights video hebben van de horror stream. Of ja, van de Halloween stream dus. Dus dat ga ik nu als eerste even fixen. En ja, het is nu echt alweer bijna 11:45. Dus dat gaat echt heel snel. Maar het is weekend, dus ik heb de tijd om alles te doen. Ik ga even weer wat beuk doen, yes. Oké, het is nu ondertussen echt al vele malen later. Ik ben namelijk nog eventjes bezig geweest met deze hele vlog te bewerken. En dat is misschien een beetje uit de hand gelopen. Kijk, hier is de vlog. Het is nu zwart aangezien het kaartje waar dit op staat zit nu weer in mijn camera. Dus hij kan het niet meer herkennen. Zodra ik dit eventjes refresh met het kaartje erin, dan doet hij het gewoon weer. Maar het is fucking, ja, bijna 17:30. Oeps, dit is helemaal kut. Nou ja, ik had zeg maar bedacht van, hey, al heb ik deze video af, dan kan ik morgen langer in mijn bed blijven liggen. Of nou eigenlijk even lang, want ik verneuk nu weer tijd wat ik ook morgen had kunnen doen. Maar toch, dan heb ik toch morgen iets minder te doen en ik heb nog energie, dus dat is helemaal top. Deze video is bijna klaar, alleen dit moet er nog in, dus dat is helemaal top. Ik ga hem hier dan ook meteen afsluiten. Ik hoop dat jij deze vlog leuk vond. Ik kom natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Ik ga hem nog eventjes afediten voor jullie. En dan hoop ik jullie volgende week weer bij een nieuwe vlog te zien. Om natuurlijk 6 uur op dit kanaal. Dit was vlog 140 alweer. Ja, we gaan echt naar die 150. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later mensen.